vogeltjes die halen stikstof uit de lucht. Dus dat is eigenlijk onze de kunstmestfabriek van Moeder Natuur, zeg ik altijd maar. We gebruiken het niet. Het is niet ingevuld. Dit heeft geleid tot het besluit uw erkenning in te trekken. Doordat wij gestopt zijn met antibioticum, heb je werkelijk een hele andere relatie met de dieren gekregen. Nou, dat zie je toch gewoon aan alle kanten. Die antibiotica zit ook in het lichaam van het hele beest. Want die koeien kregen niet voor niks antibioticum, want die waren gewoon niet in balans. En het zit in de mest, dus dat komt in de bodem. En je doodt eigenlijk alles ermee, hè? Mijn kijk op de koeien is veranderd nadat ik gestopt ben met het gebruik van antibioticum. Kijk, dit is gewoon als een zalfje. Hier spiegelt de koe mee, zeg maar, hoe de vertering is. Een kaas die kan concurreren met de beste parmezaan. Als dat lukt, dan heb je gewoon de top. De veearts was heel snel klaar met mij, want die zag dat de kalveren dood gingen. En die zei, er is maar één middel en dat is enten. Want dat doet iedereen, dan ben je van alle problemen af, waarom doe je dat niet? En dan kan je zeggen, ja, ik ga enten of ik ga antibiotica spuiten. Maar wij zeggen, ja, dat doen we niet. Het moet gewoon kunnen. En ik heb ook op het punt gestaan om om te vallen. En dan zei mevrouw die je net zag, die zei van, joh, maar nu zie ik het wel weer zitten. Elke keer zagen we wel lichtpuntjes. Een kalfje moet gewoon geboren worden. Het moet gewoon binnen een uur staan en drinken en leven en gezond zijn en rennen. En ja, wat heb ik daarvoor nodig? Dus dan kom je in die zoektocht.